ik heb het toch maar verteld. Ik kon het niet laten om het niet te vertellen aan Joeltje. Dat is toch bizar dat dit straks daar ligt. Oké, hoi, daar ben ik dan na een tijdje. Alles zat weer eens even een beetje tegen, want er moest een loodgieter komen voor het probleem wat jij misschien gisteren al hebt gezien in de vlog. Dat er in één keer niks meer gewoon wegliep in de keuken, in de afvoer. En uiteindelijk is hij heel lang bezig geweest en goed, het is opgelost. Daar gaat het om. Dat is mooi. En toen brak mijn klomp. Nee, niet mijn klomp, maar mijn tand. Ik was een koekje aan het eten en toen brak dit gewoon helemaal. Nee, echt niet normaal, moet je zien. Wacht. Maar het blijkt mijn kroon te zijn. Alleen mijn tandarts, die is dicht vandaag op vrijdag. Dus ik loop gewoon tot maandag met een gat hier. Het doet geen pijn hoor, maar ik ga er wel de hele tijd met mijn tong naartoe. Voelt raar. Ik ben babykleertjes aan het wassen, nog steeds. Hier is alles wat droog is, dat moet ik gaan strijken. Boven staat er nog steeds een was aan. Oké, misschien hebben jullie het al een aantal keer voorbij zien komen dat er een matras klaar staat in onze slaapkamer. En die hebben we nog steeds niet op ons bed gelegd. Dus dat gaan we nu doen. Bed hoort natuurlijk ook een nieuw dekbed overtrek. Dus ik ben even aan het zoeken. Ze hebben hier bij de HEMA echt mega grote maten. Dus dat is wel handig. Ik zit alleen te twijfelen tussen katoen. En ik zag net ook iets van flanel. Dat is zacht. Dat is dit. Dat is echt heel zacht. Dan begin ik weer te twijfelen. Heel eerlijk gezegd zit ik zelf wel een beetje... Ik heb een beetje moeite om gezellig te blijven. Maar ik ga het wel doen, want ik wil deze avond niet verpesten voor Jool. Ik weet nog niet of ik het ga vertellen, ja of nee. Maar ja, mijn chihuahua die ik heel lang geleden heb gehad. Die heb ik een hele tijd geleden aan mijn nichtje gegeven. Toen Jola geloof ik een jaar of 2 was. Omdat het echt niet meer ging met Jola. Mijn chihuahua was heel erg aan mij gehecht. En die begon altijd heel erg te grommelen tegen Jool. En dan heb ik net... ja, ik hoorde gisteravond al dat het niet goed ging. En dat ze geopereerd moest worden. Maar al met al komt het op neer dat ze vandaag is ingeslapen. En daar ben ik, dat heb ik net op de app gehoord. En daar ben ik echt best wel verdrietig over. Gisteravond ook al moeten huilen. Ja, ik ben natuurlijk zwanger, dus ik moet extra veel huilen. Maar goed, ik ga het nu even proberen om te zetten voor Jool. Let's go! Ik heb het toch maar verteld. Ik kon het niet laten om het niet te vertellen aan Joeltje. Zij heeft het hondje ook nog gehad. En gekend. Goed gekend ook. Schoffie was ook bij mijn nichtje altijd nadat hij van mij was. Dus hij is nooit eigenlijk helemaal uit ons leven verdwenen. En nu wel. Maar hij zal vast heel vredig zijn, hè. En geen pijn meer hebben. Hm? Nee. Maar we gaan een leuke avond hebben, toch wel, hè? Ja. Toch wel. Let's go. Wat wil je eten? Let's go. Waar is zin in? Weet ik niet. Pasta, pizza, iets Italiaans? Nee, we gaan even rustig in de auto op de over hebben en rijden. Nou, daar zitten we dan hè, op onze date night. Zal ik even kijken hoe laat we bij het theater moeten zijn? Ja, is goed. Oké. Salut! Ja. Wow. Dankjewel. Wat zeg je dan? Dankjewel. Dat zei ik al. Oh, zei je het wel. Ik hoorde het niet. Hey, Jola heeft disco dip. Jij bent koud. Ja, het is koud. Het is koud. We zijn bij de Purmerijn. Hé Jool? Oh, Jool is een kuikentje. Gezellig. Ja. Gezellig. 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 Hier, Tina. Ja, dit is het. Een kleine zeemermin. Een treintje. Wauw. Wow. We hebben hier zoveel voor ontdekt. Ja, daar hebben ze heel veel voor. Daar zitten we dan. Daar is het ook bij mee. Als ik dit zou moeten doen, dan moest er ook één lijken. Nou, je moet hier in juni zelf ook optreden, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ook komen er ook duizenden mensen. Duizenden? Nou, er kunnen hier geen duizenden mensen in hoor. Ik denk 5, 6, 700, zoiets. Jola is helemaal enthousiast, hè? Ja, ik wil eigenlijk al deze dingetjes. Ja. En Jola, wat vond je, Nou, vanaf nu toe, hè? Ja? Beste musical ooit! Ja, Jola vond het echt heel erg leuk. Ze was alleen maar aan het genieten. Ik ben heel erg blij dat ik haar heb meegenomen hierheen. Oeh, ze gaf een kusje. Nee, het was een lange. Een lange? Oh. Nou, ik ga dit schattige minientje snel meenemen naar huis, want het is al heel erg laat. Sorry, kuikentje. Dit schattige kuikentje ga ik snel meenemen naar huis, want het is al heel erg laat voor haar doen. Daarom zijn we ook niet meer gaan wachten op het fotomoment met de kast, want dat wordt een beetje te laat voor Jola. Dus snel naar huis en naar bed. Hallo, goedemorgen deze morgen. Het is zaterdag en ik was super vroeg wakker. Zoals je kunt zien. Ik ben even een papje aan het maken voor mij en Jool. Jool is inmiddels ook wakker. Maar ik heb echt heerlijk geslapen op het nieuwe matras. Dus echt, ik had het echt, we hadden hem echt veel eerder moeten neerleggen. Maar dat wilden we niet, omdat we toch nog niet op onze nieuwe slaapkamer lagen. Maar echt, het omdraaien doet gewoon veel minder pijn nu met mijn bekken. Omdat bij ons vorige pocketvering matras lagen we best wel zacht, best wel ver weggezakt. En dan moest ik best wel wat kracht zetten om om te draaien. En bij dit matras, of ik heb gewoon bijna niet gedraaid, of ik heb minder gedraaid, maar, of beter gedraaid. Maar in ieder geval geen last meer. Dus echt fijn, echt heel erg fijn. Hallo! Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag 10 vragen doen. Wat als je mama zwanger is? Dat is toch bizar dat dit straks daar ligt. Zo goed. Iets harder erop. Ja. Ja, hartstikke goed, schatje. En is hij al wat mooier geworden? Ja, hij voelt ook helemaal lekker warm. Hè? Ja. Ja. Oké. Kijk dan, joh. De lakertjes zijn wel even ietsjes meer werk dan de rompertjes en zo. Ik maak lekker wraps met vegetarische gehakt. En een guacamolaatje. Heerlijk op de zaterdag even een wrappie. Het is voor ons echt een apart avondje. Want Jola is niet thuis, die is bij de vader. Die is vanmiddag opgehaald. Dus we hebben even een avondje met z'n tweeën. En omdat dat dus echt misschien wel de laatste keer is voorlopig, ik weet het niet. Of in ieder geval dat we de deur uit kunnen. Weet ik ook niet zeker. Maar we gaan even lekker ervan nemen. Hè? Hè? Schat? Oh, we gaan gewoon naar de bioscoop hoor. Het kan niet heel boeiend zijn, maar toch, voor ons is het wel even lekker. Schat, schep op. Yeah. Zo, op de avond dat we gezellig iets met z'n twee gaan doen. halen we Joris op. We hebben alweer een tijdje niet gezien. Nee, het ging niet echt om dat we iets met z'n tweeën wilden doen. Het ging erom dat ik even de deur uit kon in de avond. Ja. Ja. Daar is die al. Hallo Joris. Ga je ruzie maken? Yo, 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 Joris. Hallo. Hey. Gezellig. Hallo, word ik buitengesloten? Oh, dikke Scott. Oh, het is een shinende Partybox. Dus. Nou, eventjes opladen. En we gaan naar de Maze Runner. Moeten we nog langs de prenatal? Nee man, echt niet, echt niet, echt niet. Ik zit vol. Ja, we hebben nu gewoon echt alles. Is de kinderkamer helemaal af? Ja, ja, hij is af, hij is af. Alle laadjes zitten propvol. Oh, ja. Hij heeft al tot de eerste 3 maanden, 4 maanden heeft hij al zijn kleertjes al volgens mij. Ja. Luiers. Ja, kom maar aan. Op. Hij loopt weer eens vast. Ik ga even het systeem hacken hoor. Oké, Bart gaat even het systeem hacken. Ik ga even een paté. Zo gaat dat. Speciale code. Hé, wat deed je nou? Gewoon niks. Ja, speciale code. Oh. Ik kan het programma niet gewoon sluiten. Nee, niet doen. Bart, ik mocht snoep uitzoeken en vervolgens heeft Bart bijna alles uitgezocht. En je eet het ook nu al. Jij hebt echt bijna niks, want jij hebt alleen de kikkertjes. En deze. Die heb ik net gegeten ook. Kerst op de taart. Ja. Speciaal. Ja. Bart, vertel het maar. Zet me maar voor lul. Dies was bijna aan het snurken. Ik was een snurken in de bios. Ze lag zo met haar hoofd tegen me en het was... En toen kneep ik heel zachtjes in de been. Toen was... Moet je dat nou zo hard doen? Ik lag niet te slapen. Met iedereen. Nou ja, het was een hele leuke film. Ik geef deze film weer een 5,5, Bart. Ja, ik geef hem wel een 6,2. Het is weer een B-film. 6,2 op IMDb. Dies mag volgende keer de film uitzoeken. Ik had hem toch uitgezocht? Ik geef hem een... Dies geef ik gemiddeld een 8,5. Hij is net voldoende. Nee. Bart een mager 5. Hij is net voldoende. Ik vond hem wel vet, maar het duurde een beetje lang. Want ik had een beetje last van een beetje vochtophopingen overal. Ik vond er wel wat originele stukjes in zitten, maar ik vond er ook heel veel van die standaard. Oh, ik ga alleen weg als jij meegaat. Stukjes in zitten. En het einde was natuurlijk wel echt met de eindbaas. Ja. Ook wel echt buitengewoon. Cliché. Cliché. Ja, okay. En ik denk dat ze het laatste half uur van de film ook wel hadden kunnen skippen. Maar ja, we zijn weer even de deur uit geweest. Een houtje van de straat. Een houtje van de straat, dus dat. We zijn op de straat, Bart. We lopen op straat, ja. Oké. Okay. Ja, omdat de film af is gelopen. Tijdens de film hield hij hier. Dit is ook afgelopen, deze vlog. Dag. Dag. Later. Oh, wat is dit lekker. Zondagochtend in onze nieuwe slaapkamer. 20:30. De laatste week was het echt elke dag 5:30, 5:30, 5:30. En straks heb ik een baby shower van Celine. Vriendin van mij die even lang zwanger is als ik. Dus ik ga straks alcoholvrije cocktails maken. Ik ga over een kwartiertje weg naar Celine, die van niks weet. En we moeten natuurlijk babyfoto's meenemen. Ook van Bart. Dus ik ga even op zoek naar een foto. Ik heb een lekkere onduidelijke babyfoto van mezelf gevonden. Van Bart doen we die hele lelijke. Waar die zo zaggerijnig kijkt. We zijn onderweg. En Jolaatje is er ook weer bij. Die is weer terug. Ik heb bij papa heel veel filmpjes van ons vroeger gekeken. Maar toen had je echt bij Twinsport dag 1, dag 2 echt alles aan elkaar vast. We gaan mojito alcoholvrij maken. En dat heb ik hiermee gedaan. Dat leek me wel lekker. En Jola die maakt de tompoesjes. Ja. Oh nee, weggaan. Ze zijn er. Ze zijn er. Kan je wel verschil vonden dan? Ik denk dat... Bart is even lekker een spelletje aan het spelen. Ik... Oh, hij stopt snel. Ik hoef niet te stoppen hoor, schat. Oké, gelukkig. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Dagen. En maandag komt er weer een nieuw vlog. Maar zondag komt er natuurlijk ook nog een extra video. Ja! Dus tot dan. Niet vergeten te abonneren als je er nog niet bent. En later! Ah! Later. Rock that joint.